Ondertussen ligt alles hier onder de falafelmix. Maar dat maakt niet uit. We zijn in de keuken. En daar mag alles. Pitas liggen er klaar voor. Spinazie, hummus, alles om een lekker gerecht te maken. Maar eerst beginnen we met de falafelmix, hè, waarmee we uiteindelijk de balletjes gaan maken. 250 milliliter kokend water. Dan gaan we het hele zakje mix er gewoon bij ingooien. Zo, dat ruikt lekker, jongens. Goed mixen, dus flink wat mix. Ken je roeren, ik vind. Laten we het even opstijven. Dan, om de broodjes te beleggen, hebben we hier onder andere een paprika. Die gaan we verhitten, gewoon boven het vuur. Maar lieve mensen, let op je vingers. Vuur is heet. Dat is heel mooi zwart. Dat moet ook, anders krijg je het er niet af straks. We laten hem even afkoelen. Oké, we gaan beginnen aan de saus. Een snuf zout. En dan is het aan jullie om te bedenken, wat is een snuf? Ik vind dit een snuf. Oké, en dit gaan we ook mengen. Inmiddels is de falafel mix perfect. Heel goed opgesteven. Tot zover de saus. Dan is de paprika inmiddels mooi afgekoeld. Dan gaan we het zwarte ervan afschrapen. Zo, dit is satisfying om dit te doen, hè? Oké, dan is het tijd voor de falafelballetjes. En we doen er even een rondje. Zo, nu hebben we 16 balletjes gerold. Daarna is het tijd om te bakken. Inmiddels zijn de balletjes klaar. Het ruikt heerlijk. Ze zijn lichtbruin en krokant gebakken. Nou, dan gaan we beginnen met de broodjes beleggen. Weet je wat? We doen het gewoon aan beide kanten. Neem ruim, zou ik zeggen. Een paar stukjes paprika op. Oké, en om het af te toppen, het heerlijke sausje. Zo, doen we die er bovenop. Dan zeg ik wederom, bon appétit.